helemaal pakketjes ontvangen. En ik dacht, let's open them together. First up is mijn favoriete sportmerk. Stronger. Waar ik een legging van heb. Een topje en... Of ja, een BH en dan een topje. Ik ga ze laten zien. Oké, dus dit is de legging. Het is echt een heel fijn stofje. Ik heb nog nooit dit stofje van hun gehad. En eigenlijk toen ik het direct uitpakte, dacht ik... I love this. Dit is de sport BH, maar het heeft geen padding, zie ik. Dus waarschijnlijk draag ik altijd een ander. Of juist een dubbele. Want ik vind het wel fijn om padding erin te hebben. Ofwel, ik maak het erin. En dan nog deze crop top. Geen idee wat hierin zit. Bij Stronger kon je natuurlijk heel makkelijk aan de verpakking zien. Maar dit is eigenlijk gewoon een basic doos. Ah! Van Gizada. En daar heb ik 2 parfumpjes van gekregen. Even kijken wat erop staat hoor. Ambassador Intense en Ambassadora for Women. Dus eentje is voor mijn vriend en eentje is voor mij. Superleuk. Is van Parfumado. Het ziet er zo uit. Daar zit een travel perfume in. En ook hier heb ik dus nog wat van die samples in zitten. Waarbij ik dus kan testen en ruiken welk geurtje ik nou echt lekker vind. Zodat je gemakkelijker een geur online kan kiezen. En degene die hierin zit is de Jimmy Choo Illicit Eau de Parfum. En de andere is denk ik een Hermes. Want die wilde ik proberen al heel lang heel graag. Maar ik ben echt te lui om naar een parfumerie te gaan. Om het te ruiken. Dus dat zijn mijn pakketjes. Let me know of jullie dit leuk vinden om te zien. En dan ga ik misschien wel vaker unboxen. Doei!